Gaan wij het water kunnen opvoeden? Ja. Even kijken waar die is. Ja, omwonenden hebben een brandmelding gedaan vanwege de vlammen die naar boven kwamen. In eerste instantie was het gewoon een prio 2 omdat er maar één melding binnenkwam en die kon niet zoveel vertellen. Maar vanwege meerdere meldingen en de vlamhoogtes werden doorgegeven aan onze meldkamer, is er opgeschaald naar middelbrand. De eerste bevelvoerder ter plaatse van de tankautospuit, die vond de brand zodanig dat hij snel hulp wilde hebben, vandaar dat het gelijk grote brand geworden is. Het was heel snel onder controle. Want juist ook door zijn inzet kon hij heel snel zorgen dat de brand niet verder uitbreidde en het kunnen we ondertussen alweer afschalen. Ja, er staan 5 containers achter mij in de brand. En daar zitten matrassen in, bankstellen en een hele hoop hout. Dus allemaal brandbaar materiaal. Ja, vanwege de flinke rookontwikkeling hebben we toch gevraagd om even een meetploeg te gaan meten aan de overkant of dat nog problemen kan geven. Nee, er is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is. Nou, zoals u ziet wordt het een beetje uit elkaar gehaald, zodat we makkelijker kunnen blussen. Want het is nu één hele grote compacte hoop en dat maakt het blussen wat lastiger. Nee, er is geen gevaar voor omwonenden. Waarom niet tijd om te gebruiken, jongens?